Dag Hans, het einde van het jaar nadert met rassenschreden en dat is eigenlijk een moment waarop we alles kunnen vooruitblikken naar wat het jaar 2022 in petto kan hebben. Laten we in deze video eens bekijken wat de macro-economische indicatoren zijn voor het nieuwe jaar. Maar Hans Bevers, Chief Economist bij de Groof Peterkam, om te beginnen toch even zeggen hoe het vandaag gesteld is met de globale economie. Hoe staat ze ervoor? Ja, vrij goed eigenlijk. We hebben vrij spectaculair economisch herstel gezien de voorbije kwartalen, snel ook. In die mate zelfs dat in termen van economische activiteit China en Amerika het niveau van voor corona al hebben overschreden. Japan en Europa zitten ongeveer op dat niveau. Niet altijd even evenwichtig en er zijn ook grote verschillen tussen landen. Dus dat moeten we ook wel opmerken natuurlijk. En de coronacrisis is nog niet voorbij natuurlijk. En bovendien is het zo ja, dat we toch sinds deze zomer toch een vertraging hebben gezien in de economische activiteit. Een aantal redenen. Eén, ja, een zekere normalisering in die economische activiteit. Dus dat is wel logisch. Ten tweede, hogere energieprijzen. Verstoringen in de voorraadketens ook. En, ja, zeer opmerkelijk de laatste maanden, ook de vertraging in China. Die gaat dus echt wel redelijk snel door de problemen in de vastgoedsector. En wat kunnen we daaruit concluderen voor het nieuwe jaar? Wel, het zijn die elementen in combinatie met het feit dat die coronacrisis nog niet voorbij is en dat er hier en daar ook extra maatregelen worden genomen die ook volgend jaar zich zullen nog laten gelden. Dus dat blijft spelen. Ik denk in dat opzicht misschien dat de consensus vandaag net iets te positief is over de groeicijfers volgend jaar en misschien de inflatie ook een beetje onderschatten. Maar toch denken we dat dat economisch herstel kan doorgaan, want ja, die investeringsappetijt van bedrijven is er nog altijd. De situatie van gezinnen, de financiële de positie van gezinnen is nog altijd voldoende sterk en het ondersteunende beleid van overheden, zowel budgetair als monetair, is er ook nog altijd. Dus dat zou moeten lukken. Een aantal zeer positieve indicatoren, dat economisch herstel dat doorgaat. Aan de andere kant toch ook een aantal problemen. Ik denk onder meer aan de tekorten in de voorraadketens. Al een tijdje is er daardoor inflatievrees. Blijft dat een actueel thema in 2022? Dat blijft zo. Hè. Dus we zijn er al een tijdje over aan het spreken. En het is vandaag zeker zo dat er een aantal krachten aan het werk zijn door het atypische karakter van die coronacrisis die maken dat die inflatie zeer sterk opwaarts wordt gestuurd. Dat blijft zo, zolang die coronacrisis niet voorbij is. Oké, we kunnen zeggen, ook op lange termijn zijn er een aantal redenen om te verwachten dat er structurele hoge inflatie zou zijn. Maar ja, daar zou ik nu niet over uitweiden. Dat hebben we eigenlijk al in vorige gesprekken gedaan. Wat betekent dat dan, een structureel hogere inflatie voor het beleid van de centrale banken? Wel, vandaag voorlopig niet al te veel, al is het wel zo dat de Fed en de ECB wel langzaam aan de weg aan het voorbereiden zijn voor een strakker monetair beleid in de toekomst. En heel concreet gebeurt dat door eerst de obligatieaankopen terug te schroeven. Dus in Amerika gebeurt dat vanaf nu tot zeg maar de volgende zomer. En niet heel lang daarna zal ook de Fed overgaan allicht tot die eerste renteverhoging. Dus dat kunnen we wel verwachten in Amerika. In Europa is dat eigenlijk nog niet het geval. Hè. Dus oké, de obligatieaankoop in het kader van de pandemie zullen wel stop worden gezet in maart volgend jaar, maar zullen nog altijd doorgaan. Het normale aankoopprogramma van de ECB zal door blijven gaan en een eerste renteverhoging in 2022 nog in 2023 zit eraan te komen. Ja, en zo belanden we eigenlijk wat meer op een visie op de middellange termijn. Wat zie jij als structurele uitdagingen, maar misschien ook als opportuniteiten? Ja, die toekomst laat zich natuurlijk niet zomaar voorspellen, dat is altijd zo. Maar ik denk toch dat we kunnen zeggen dat er een drietal grote uitdagingen zijn, thema's ook. Ik denk aan de klimaattransitie, dat is wellicht de belangrijkste, maar ook ongelijkheid en de productiviteitsgroei die toch al een aantal decennia slabakte. En hier zullen we dus antwoorden op moeten vinden. Niks doen is eigenlijk geen oplossing, mislukken is eigenlijk geen optie, maar ik denk toch dat er een aantal signalen zijn, voorzichtig optimistische signalen zijn, die maken dat we ja, toch een stap zetten in de goede richting. Hè. Dus ik denk aan het programma, het infrastructuurprogramma in Amerika, ik denk aan het Build Back Better Plan van Joe Biden. Ik denk aan het EU Next Generation Fund in Europa. En dus dat gaat telkens over productiviteitsverhogende investeringen, groene investeringen, die toch die economie op een duurzamere leest zouden moeten schoeien. Daarbovendien is het zo dat ja, overheden nog altijd op zoek zijn naar een inclusief arbeidsmarktherstel. Dus dat is twee. Het is ten andere ook zo dat ja, het heel belangrijk is dat we toch meer stappen zetten ook op vlak van regulering. Hè.
bijvoorbeeld om de marktmacht van een aantal heel grote bedrijven toch op bepaalde vlakken in te perken. En we zullen ook niet kunnen zonder een zekere mate van taxering. Ik denk aan de uitstoot van fossiele brandstoffen. Maar dan is het ook wel belangrijk dat we die opbrengsten die we daarmee genereren, die overheden daarmee genereren, dat die ook terug zullen vloeien, sociaal gecorrigeerd dan naar de huishoudens. En die extra taxatie zal bedrijven er ook toe aanzetten om meer en duurzamer te investeren in de toekomst. Hans, als we al die evoluties nu zowel voor de korte als de middellange termijn samennemen, wat betekent dat dan voor de strategie rond de invulling van jullie beleggingsportefeuilles? Wel, de implicatie is dat aandelen nog altijd de hoeksteen zullen blijven van onze portefeuilles. Dus zowel goed gediversifieerd naar regio als naar sectoren toe. Naar sectoren toe zowel de cyclische industriële bedrijven, die profiteren van het verdere economisch herstel, maar anderzijds ook de technologische waarden, vooral in Amerika dan te vinden, die echt wel in kunnen spelen op die nieuwe digitale revolutie die toch al bezig is en nog zal verstevigen, versterken. Dus dat is heel belangrijk. Maar misschien toch nog eens belangrijk om aan te merken ook dat niet enkel die financiële analyse belangrijk is. Dus onze fondsbeheerders en analisten kijken ook al langer dan vandaag en steeds meer ook naar die extra financiële resultaten. Wat doen bedrijven op vlak van klimaattransitie, milieu, veiligheid, gezondheid, opleiding ook opnieuw, transparantie ook, ondernemingscultuur. Dat zijn echt waarden die hoe langer, hoe meer belangrijker worden. En een goede portefeuille kan niet zonder die goede analyse. Dus uiteindelijk komt het altijd neer op diversificatie, maar ook discipline. En met de laatste bedoel ik eigenlijk die analyse, heel ESG georiënteerd, maar ook op tijd de juiste accenten kunnen leggen in die portefeuille. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Tot volgende maand. Dank u.